De vier deelnemers aan het Nederlands kampioenschap Allround namens Team Corendon, Carlijn Achtereekte, Marije Joling, Anouk van der Weijden en Jolien Voorhuis, waren samen met coaches Peter Kolder en Renate Groenewold al vroeg te vinden op het ijs van Tialf. Vanochtend waren jullie hier al heel vroeg op de baan. Doen jullie dat altijd voor op zo'n groot toernooi? Ja, altijd even inrijden om nog even het goede gevoel te hebben. En omdat het toernooi vandaag al om 12 uur begon, maar ja, moet je vroeg zijn om nog even schaatsen te kunnen slijpen en te kunnen eten tussendoor. Coach Renate Groenewold, eerste dag NK Allround zit erop. Hoe kijk je erop terug? Nou, niet geheel tevreden om heel eerlijk te zijn. 500 meter, een hele goede 500 meter van Marije Joling. Jorien was oké. Wilde iets te graag naar Jorien ten Mors toe. En beide 500 meters van en van Anouk en van Carlijn waren een beetje tegenvallend. Had net iets meer ingezeten. Mijn 500 meter was slordig. Heb ik wel wat laten liggen. Dat is heel jammer. Maar ik heb een redelijk sterke 3 kilometer neergezet. En daar ben ik blij mee. Nou, mijn 500 meter ben ik wel tevreden mee. Het was een goede tijd voor mij. 40-19 reed ik. En mijn 3 kilometer liep op zich wel goed. Alleen de tijd was eigenlijk iets te langzaam. En daardoor is het verschil in het klassement toch wel wat groter geworden. Maar ik ga gewoon morgen weer alles aan doen en een goede 1500 meter rijden. En dan moeten we maar zien. Nou, als ik dan terugkijk naar de 3 kilometer, dan... Heeft Anouk een mentaal sterke race gereden. Aan het eind van jouw race zagen we dat je even met je vinger naar je hoofd ging en naar Renate wees. Wat bedoelde je daarmee? Nou ja, dat ik hem vooral met mijn hoofd gereden heb. Want het was een mentaal sterke race. Ik reed tegen Antoinette en lag eigenlijk net steeds een beetje achter. En op het laatst kon ik sterk terugkomen. Dus dat was ik heel blij mee. Ja, en dan hopen we... een goede races neer te zetten en wie weet nog een plekje voor dat EK Allround te pakken. Ja.